can't succeed in a failing world. En dat geldt ook voor ons. We kunnen niet zeggen dat we de zorg goed doen en tegelijkertijd zo'n probleem achterlaten. Wij zullen daar een stap in moeten zetten. Dat betekent ook dat wij onze rol moeten pakken. Niet alleen zelf klimaatneutraal moeten worden. Deze week toevallig gelukt. Maar wij zullen veel verder moeten ook zorgverleners meenemen. Onze inkoop verduurzamen. Dat is echt wel onze rol. Nou, duurzaamheid en zorg gaan hand in hand. Ik denk dat het allermooiste de koppeling is die veel mensen maken in wanneer duurzaamheid hun geraakt heeft. En dat gaat eigenlijk vaak over persoonlijke dingen, over je kinderen. En als ik dat vertaal naar de WLZ, dan moest ik meteen denken aan levenslang, levensbreed. De visie moet wel heel groot zijn, maar de verandering klein. En ik denk dat daar een hele mooie rol ook voor ons in ligt. Om met kleine veranderingen aanbieders te inspireren om steeds meer stapjes te gaan zetten. Met de geweldige initiatieven die hier vandaag genomineerd zijn en met ook op de longlist allerlei partijen die duurzame voorstellen hebben neergelegd, dat er al heel veel mogelijk is zonder die Green Deal. Mijn tip is om vooral zelf heel goed te luisteren en te zorgen dat je de creatieve breinen in je organisatie opzoekt die al denken in termen van duurzaamheid en voorspelling tegen haar aan, want die zitten vaak barstensvol ideeën. Maar ga niet eerst al die ideeën bij elkaar verzamelen, maar begin gewoon. Ja, we moeten wel, dan willen we de wereld redden als het daarom gaat. Maar aan de andere kant, het is ook heel leuk om te doen. Er komen hele mooie voorbeelden uit wat mensen leuk vinden om te doen. Dus moeten wordt ook mogen. Het is ongelooflijk leuk en spannend om aan te werken. In deze tijd kun je het verschil maken. Dus maak er geen probleem van. Dit is een fantastische uitdaging. Vandaag ongelooflijk inspirerend vond was het enthousiasme van de mensen. Maar ook met alle praktische voorbeelden waar ze kwamen. Er was echt ontzettend goed over nagedacht. Zowel technologisch als sociaal. En ik hoop oprecht dat iedereen dat enthousiasme en die inspiratie die ze ons gaven eigenlijk, morgen ook weer uitstort over al die collega's. Want dat is wat we nodig hebben. Deze beweging moet nog een grote stap verder komen. En de deelnemers laten iedere keer zien, zij kunnen het verschil maken.